Maar dit is geen overwerk, hè? Dit wordt niet uitgehaald. Nee. Nee, dit is alleen maar om jullie plezier te doen. Hé, hey, Mirjam. Mirjam, is die daar? Kom eens hierheen. Aha. Nee, wacht, er waren nog twee regenboogpietjes. Ja, die moet ook hier komen. Ja. Hey, jullie weten het niet, hè? Maar een echte regenboog heeft natuurlijk 7 kleuren. Maar ik zie hier maar 3 kleurtjes. Dus het zijn niet de echte regenboogpieten, denk ik. Maar jullie maken altijd wel veel gein, heb ik begrepen. En jullie gaan dadelijk. Ze gaan zelf door de hele vloer hier aan geven, of niet? Nee. Oh. Nog één keer, verkeerd om. Oh, ik zei dat jullie de vloer gingen schoonmaken. Dat was het allemaal bestemd. Ja, echt waar. Dan krijg je een goede kleur weer terug. Ja. Hey, schoonmaken. Jullie maken altijd wel fijn, hè? Weet ook iemand een leuk grapje te vertellen? Nou, veel gein om een grapje voor niks. Hoor je dat? Ga je wat zingen? Of ga je dansje doen? Nou, ga je daar staan?
Gezicht in je kant op, dansje maken. Als je verzet toch op wat? Ik word hier hartstikke moe van. Pas op, die ene daar, die is niet lekker. Dan gaan we verder met de volgende. Staat hier nou weer? Shudeli? Zijn de meter erbij gekomen? Weet ik niet. Hoeveel deze meter dan? 6 meter! Moet deze maar wat? 9 meter! 1 meter, 3,5 meter! Met z'n 3! Jong! Jullie weten het niet. Maar toen Piet hier gewoon spioneren toen jullie een keertje bezig waren. Met gewoon zingen. En zei ze, de X-factor. Dan weet ik niet wat dat betekent. Weet je wat dat betekent? Ja, maar ik heb het niet meer. 17! Maar die gaat het nog wel. Ja! En wat voor liedje bijvoorbeeld? Peep van Peep, wat kunnen we dat? Peep van Peep, staat dat op de...
Hey, even helemaal fantastisch. Hey, iedereen mag even voor zichzelf applaudisseren, vind ik. Allemaal voor jezelf. Hey, daar wordt vervelend, maar dan komt er weer een lief meisje. Dan kom je helemaal gestuurde kinderen. Karin. Karin, leuk je weer te zien. Ja, kan goed knutselen. Maar dat kunnen we aan hier niet gaan doen natuurlijk. Maar we kunnen dadelijk wel het samen het podium uit elkaar gaan halen, of niet? Hey, ik ben een heel lief meisje. Maar gelukkig niet van. Nee. En ik ben een beetje eigenwijs. Wanneer dan? Bij de juffrouw. Bij je moeder. Dat doen we nog een keertje echt eigenwijs. Eens weet je niet eigenwijs. Kan je nog een beetje zingen of? Je hebt nog niet gehoord, dat is een koentje. Nee. Ja? Ja, ik geloof het ook. Hey, met z'n allen, uit het ook een hoofd en schouders en ja? Allemaal gaan staan. Meisjes hier gezien, maar dan wordt het tijd dat we ook een jongen zien. Ik ga het zo voor. Marcin. Marcin, is hij daar? Marcin. Waar is hij? Ik heb het idee dat hij op andere momenten heel veel betaalde dan hij. Ja? Is dat een goed idee of niet? Ja, het staat hier niet, maar het idee krijg ik zo. Hé. Hey. Dat heb ik al eerder gezien hier. Kan toch? Ja, hè? Ja. Pikkeltje eigenwijs, ben je? Nee. Wat heb ik? Zou jij te dansen? Ja, alweer een hele breakdance club. Hebben die nog? Zo'n breakdance club. Hebben die nog? Wie kan nog een beetje breakdansen? Kan jij ook? Oh, wacht even. De breakdancers even hierin komen. Ja, staat wel niet in het boek, maar dat komt vanzelf al. Hé, hey, maar niet zo vol dat jullie van dat podium af kunnen.
dat is weer geweldig, hè? Ja. Hij wil pepernoten genoeg voor zijn kruidenboek. Oké. Het stond natuurlijk helemaal niet in het boek, hè? Ik ga bepalen wie de allerbeste danst. En juffrouw Mannen gaat de boel regelen, dus en jullie gaan van het podium af nu. Juffrouw Mannen gaat de regels zetten en die gaat de boel bij elkaar praten. En ik ga kijken, is er niet gewonnen. Oké, dat had ik net al verteld. We hebben de danswedstrijd. En jullie, ik vind trouwens dat jullie ontzettend goed hebben gezeten. Behalve sommige kinderen. Dus daarom is het even tijd om met z'n allen even te bewegen. De Pietenband gaat weer spelen. Liedjes spelen. En Sinterklaas inderdaad samen met Piet gaat kijken wie ze van jullie de beste dansers vinden. Dus doe je best met dansen. En dansen doe je niet zitten. Ga staan. Hey!
blijven staan, want ik vind het heel belangrijk. Ik vond dat voor jullie eigenlijk allemaal ontzettend goed. Ik wou dat ik op mijn leeftijd nog zoveel man zoals jullie. Echt waar. Maar eigenlijk, dan moet ik geen winnaar zijn, want ik heb het eigenlijk niet. En dat ene wijze dat is met die pril. Vier. Er moet nog een meisje bij. Ik ben jong. Maar er moet nog twee jongens hebben. Wat Piet? Ik heb ook nog jongens in de hoogte. Ik kan al met een jongen. Ja,